Droomvlucht is veranderd en ziet er tegenwoordig zo uit. Dus hoog tijd om een kijkje te nemen. De afgelopen 4 maanden is de Efteling bezig geweest met de verbouwing van Droomvlucht. De grootste aanpassing is dat de karretjes nu achteruit gaan. Nee, grapje, dat is niet de grootste verandering. De grootste verandering is onder andere uitgevoerd aan de baan van Droomvlucht. En er is ook nieuwe verlichting. Het is wel jammer dat de Efteling niet de wachtrij heeft aangepakt. Die is in ieder geval nog hetzelfde. We gaan instappen. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk, en daar heb je de elfjes met de donkere huidskleur. Elfenkoning die heeft nu weer 2 schoenen aan. Ja, en deze scène is nog niet helemaal compleet. Hier zouden normaal 2 grote zwevende kastelen hangen. Maar die zijn tijdens de onderhoudswerkzaamheden naar beneden gevallen. Komen we nu aan bij de leukste scène van Droomvlucht. Er regent weer. Nou, dat was Droomvlucht. Ja, verwacht niet hele grote veranderingen hoor. Het ziet er wel allemaal stukken beter uit. Vooral de verlichting valt heel erg op. Ja, de rit en Droomvlucht zelf, die blijft nog wel hetzelfde. Maar wel tof dat de Efteling dit heeft aangepakt.